De dodenherdenking van Geldrop Mierlo werd goed bezocht. Jong en oud was naar het Britse ereveld gekomen om te gedenken, om te kijken en om te luisteren. De doden na ruim 70 jaar verder van ons weggeraakt. Deze mensen hebben er recht op dat wij hun verhalen doorvertellen aan volgende generaties. En er was een persoonlijk verhaal. Mierlo Naarmanders werd in het Helmondse stadspark doodgeschoten toen hij daar voorbij kwam. Door de gemeentelijke autoriteiten werd hij als 14e slachtoffer in het graf bijgelegd. Daarna was de microfoon voor Iris Muijen, winnares van de voorleeswedstrijd in Geldrop Mierlo. In deze tijd van vrede in mijn leven is het lastig te bevatten dat 73 jaar geleden op de plek waar ik nu zit, mensen stierven voor mijn vrede. Mensen stierven voor mijn vrijheid. En wat raar om te bedenken dat op dit moment, op deze aarde, er nog steeds mensen sterven voor de vrede en de vrijheid voor een meisje net als ik. Zodat zij later, net als ik, over 73 jaar, mag klagen over school en huiswerk in plaats van bang te zijn voor bommen en de dood. Dan word je toch weer een keertje mee teruggebracht naar wat er in het verleden allemaal verkeerd is gegaan en hoe dat de mensen eronder geleden hebben. En iedereen die gesneuveld is daaraan, maar ook aan mensen die sneuvelen in de buitenlandse oorlogen. Ja, het komt zo binnen, het hele verhaal. Alle mensen die er samen zijn. En ja, dat geeft gewoon een heel warm gevoel. Ik heb echt respect voor degenen die voor ons gevochten hebben, dat wij met vrijheid in Nederland kunnen leven. En dat wordt door iedereen heel persoonlijk ingevuld. Dat is voor iedereen anders. Ik vind dat vrijheid is dat we gewoon kunnen lopen waar we willen lopen. En niet hoeven luisteren naar wat andere mensen zeggen en wat zij willen, wat wij doen. Dat je samen met de mensen in je omgeving probeert een mooi bestaan op te bouwen. En dat is niet zo vanzelfsprekend en daar moet je voor blijven vechten. Voor mij is vrijheid dat je gewoon stil op straat kan lopen zonder dat iemand je aanraakt of zo en zegt jij moet dat doen, jij moet dit doen. Dat je gewoon stil naar de supermarkt kan, gewoon spullen halen en ja, dat je gewoon stil kan leven. Het gevoel kunnen hebben dat je eigenlijk gewoon kunt doen en laten wat je wilt. Maar ook het besef als je in de tuin zit en je kijkt naar boven toe, dat je gewoon een strak blauwe lucht ziet en dat kunt beseffen. Dus en ja, voor mij is de vrijheid nog altijd, ik leef en ik kan doen wat ik wil. En ik hoop dus dat de mensen dat begrijpen, dus dat, dat wij dat nooit meer mee hoeven te maken. Lekker de auto ergens naartoe pakken, lekker mijn eigen ding doen, die niemand die mij tegenhoudt zegt dat ik dingen niet kan doen en gewoon lekker vrij zijn. Dus en ik wens ook de hele wereld toe dat ze in diezelfde vrijheid leven.